de tas van Lamne. Hey iedereen, welkom in deze nieuwe video. Vandaag is Nicky. Ze hebben de tas van Lamne. Ja, leuk hè? Ja. Nicky is hier. Tot volgende keer. Hallo. Dus ik ben intussen even aan het koken. Ik ga even een lichtje aanmaken. Want... Oh, die wil ik hebben. Zo, lichtje in huis niet. Ik ben Nicky intussen bezig en dan kan ik... Oké, zin komt intussen. Moet jammer genoeg Nicky dadelijk alweer naar huis. Dat is niet leuk, ik vind het zelf ook niet leuk. Ik vind het zelfs ook niet leuk, want ik heb ze liever elke dag hier. Ja. Maar dat gaan we sowieso proberen. We gaan dat proberen om de dag vast te plakken, maar dat komt wel goed. Dat hebben we irritant momenteel. Jongens, weg hier. Heet. Ik ga dus ook een visietje maken. Of het water koopt nog niet. Oh, dat gaat alleen niet. Ik vertrouw. Dit is een supermol. Zit hij hierin. Dus ik ga eventjes zo even dingetje doen. Ik moet even nog wat bordjes oplossen met zo'n wel even. Ik ga even de shirt pakken. Want... Hey, ik zie een vuile lens. Dat kan echt niet. Ja, dat is beter. We mogen zo zijn naar de winkel. Ik heb hier de... Hier is ook nog een ding. Het is al bijgelopen. Het is gewoon mijn kruidige jus. Lege jus. Dus ik ga het daar even maken. Tegen jou. Ik ben echt gewoon heel hard bezig met dingetjes doen. Dit beetje af en toe. Het is alleen de vergiet die wel schoon is. Voor is alles afgewassen, jongens. Dus ik ga eventjes de jus maken zo meteen. Zo. Ik wil een woensdag stokjes maken met mijn lekkere dingen, dus van fruit, worst en zo en dergelijke en kaas. En woensdag gaan we nog een bakvideo opnemen. Ja, en een bakvideo. Dus twee dingen. Dus we gaan nog twee bakvideo opnemen. Ja. Ik vind het wel heel fijn. We hebben een lijstje gemaakt, dus ik ga het nog even overschrijven.
Boefie heeft ook een kind. Die hebben echt honger. Maar ze krijgt duidelijk van mij. Duidelijk. Huh? Dus in principe zijn we bij de kwam. Dus van fantastische vleesklaarjes, jongens. En de aardappelen. Dus ga ik even inzetten. In deze pan zit aardappelen. En deze uitvaaier. Daar zit het vlees. Trouwens, dat was van de Lidl een kind. Zo, gewoon, als we wat eens kocht in zijn lekkerste. Dat is ook heel erg kieskeurig. Ik had een vorm gekocht. Ja, Chris? Ja, boeven. Is het knap op jullie? Ja, dus.
Snippie komt. Snippie. Snippie. Hier. Nou, jullie zien hoe zij nu eten. Dat is wel handig om te weten. Want ze eten namelijk gewoon normaal, maar wel hun avondeten. Boefie eet op pot, zoals jullie kunnen zien. En Felix en Christel eten samen. Dit doen we bewust, want Boefie moet eigenlijk nog meer kilo aankomen. Want ja, hij is veel te mager. Maar daar kunnen wij niks op tiksen doen. Dat is gewoon zijn, hoe zeg je dat, schat? Hoe zeg je dat? Zijn familiestamboom is dat, hè? Oh, weet ik niet. Ja, het is ongeveer zijn familiestamboom. Dus we gaan nu eventjes wachten op het vlees. Dat is van Lille. Oké, dit is de hond. De hond van de zoekpot niet in zit. Deze lekkere vleesje. Zo ben ik klaar. We hebben de jus hebben al gemaakt. Dit ga ik zo even weggooien. Zo. Dit is de jus. Zo is het even achter het uitrollen. Dan gaan ze dan stampen en dan kunnen we het eten. Het is alleen voor de jus en de worst. En stampen en dan kunnen we ook eten. Tussen gaan we even naar boven, dan moet het eten bij mij. Volgens mij vind ik het heerlijk. We hebben nu gewoon Liverpool. Het ligt er maar net aan, jongens, bij welke winkel ik moet zijn. Want het kan zijn dat ik bij de Albert Heijn ben, dus dan haal ik Albert Heijn voor. Het kan zijn dat ik bij de Jumbo ben, dan haal ik de Jumbo vast voor, maar wel gewoon paté. Want dat vinden ze eigenlijk het lekkerste. En ben ik bij de Aldi, dan haal ik de Aldi voor. En onze Nicky zit echt op de telefoon. Er zit echt een barst in die telefoon, niet tot aan mijn buis wonen. Maar goed, dat is toch wel. We hebben een heleboel lege flesjes en blikjes. Dus we gaan een beetje naar huis wonen. En dan gaan we het gewoon zijn Nicky gaat het alleen naar huis, want ik heb mijn schoenen weer nieuw geladen. Helaas, maar goed, dan raad ik het daar ook nog. Dus, ja, ik ga even hier een leven in ben ik gewoon lekker hier bezig en ik ga even zo meteen lekker een bakje koffie maken voor mijn eigen, want dat heb ik wel even nodig. Dat kan ik niet. Maar wel, moet ik haar pc eruit zetten. En dan moet ik even die gaan zetten. Hallo. Ja. Mijn pootje is gewoon. Oh, zonde.
gaan even hoe zit van mij. Ik denk dat ik thee gezet heb. Thee zou ik wel zetten. Dat vind ik heerlijk, thee. Zo, waarom niet? Ik kan ook maar zo gewoon maken, ik heb toch het liefste een kopje thee met honing. Ja, dat is Kom zeker. Dat is dat is een keer de kant, sorry jongens. Thee met honing. Oh, je ziet het op thee. Oh, ja. Nu nog? Dat ga je niet redden hoor. Jawel. Maar joh. Jawel, het is nog maar... Het is nog maar 4 uur. 4 uur? Ja. Zeker. Ja, iets gaat proberen. Nee, ik ga even deze te wel proberen. Ik ga het niet aan doen. Ik ga weer aan. En meteen met honing. Ik kreeg er moe uit. Dus ik ben in de honger. Ik kan heel snel slapen. Het is heel laat. Dus ik moet er even Christel ook even feliciteren. Ook al ik weet niet meer van de midden. We hebben hier gewonnen. Hey Christel, wij zijn heel erg trots op jou. Ik ga het Nicky ook nog even aan zeggen. Nicky die is ook weer trots op jou. Gaat ook even, ze gaat ook zeggen in de camera dat je heel erg trots op je zijn. Wacht even. Schat, zeg maar weer Christel wat je wil zeggen. Ik ben heel erg trots op jullie, op Ranging. Want ze zeggen? Omdat jullie genomineerd waren. En sowieso zijn wij altijd heel trots op jullie over het algemeen. Het is dus niet dat wij gewoon niet trots op jullie zijn. We zaten allemaal echt serieus in spanning. Dus vandaar is ik even nu wat op gaan en ik dat jullie dadelijk zelfs klaar is tot zo. Jongens, het eten is klaar. Zo ziet het eruit, het spot. Zuurkool. Ik heb echt van alles doorheen gegooid. Ook vlees. Heel doorheen, allemaal stukjes. Zuurkool, eten we. Je hoort ook de Efteling radio op de achtergrond. Dus wij gaan ook, ik ga ook zo even eten. We zitten met zuurkool met patatta. Ik weet dat bij onze Vlamingen heet dat patatta. Dus dat is wel lekker, dus dat heb ik even goed gemaakt. Dus ik ga zo even lekker eten, jongens. Ik ben echt benieuwd hoe het smaakt. Het is heel erg leuk dat ik dat op mijn stamppot en de zuurkool. We gaan nog mee gelijk te maken. Binnenkort zullen de koffies opgenomen worden met cupcakes. En met andere dingetjes. Dus ik zeg iedereen bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie het leuk. Deel een like op mijn verhaal. En bedankt iedereen. Tot de volgende keer. Later. Doei doei.